Hallo, we gaan bij deze even demonstreren hoe we van dit naar dit gaan met een aantal retouchelagen en aanpassingslagen. Deze keer zonder frequency separation, maar met behulp van de neural filters. Vrij gemakkelijke methode eigenlijk, die behoorlijk vlug gaat en het eigenlijk ook wel goed doet. Goed, ik heb die afbeelding even gedupliceerd om te starten van 0. Ik verdubbel de achtergrondlaag en ik hernoem die. En ik ga daar een aantal retouches in doen met behulp van bijvoorbeeld reparatie. En ik ga doorgaans bewerken, vervagen, gaan toepassen. Om de te heftige aanpassing toch een beetje te temperen. Zo. Ik zal een beetje inzoomen. Even deselecteren. Ander plekje kiezen. Zo. We werken vervagen ongeveer altijd. Nog een aantal plekjes. Ik ga het niet te uitgebreid doen. Het is eerder demonstratief dan dat ik nu 100% super resultaat wil. Permanente plekjes ga je sowieso altijd nog deels zichtbaar houden. Vooral ook voor de mensen die de persoon in kwestie kennen of voor de persoon zelf, zodanig dat het geloofwaardig blijft. Maar natuurlijk is dit aan jezelf om te beslissen wat je daar mee doet. Je kan ze ook volledig verwijderen. Zoals ik er nu een paar doe. Oké. Een paar kleinigheden en we houden het daarbij. Hier moet ik nog vervagen. Zo. Ik kan dit straks ook nog een beetje gaan bijwerken met mijn historiepenseel. Ga ik direct gaan tonen. Zo, ik deselecteer en ik ga met mijn historiepenseel op een paar plaatsen met niet te veel dekking. Iets wat stukjes terug laten komen. Zo. Eigenlijk om het wat geloofwaardiger te hebben. Goed, dit is eerder beperkt. En nu ga ik even gebruik maken van die nieuwe neural filters. Het is te zeggen nieuw sinds Photoshop 2021. Dit is een soort artificiële intelligentie die daar gekomen is, die het behoorlijk goed doet. Huideffening is wat we nodig hebben. En we moeten de knop aanklikken. En dan gebeurt het eigenlijk ongeveer in enkele seconden, automatisch en op een goede manier. De huid is verzacht en de structuur is eigenlijk behoorlijk goed gebleven. Wat er hier gebeurt, je kan het nog aanpassen, maar ik moet zeggen, doorgaans is het niet nodig. De effening maakt dat je nog meer de kleuren en de densiteiten laat overeenkomen met elkaar. Er komt minder verschil in kleur en hooglichten en schaduwen als je dat naar rechts beweegt en terug wat meer als je dat naar links houdt. Smidden is eigenlijk niet slecht. Ik ga het nu iets meer naar rechts doen. En het vervagen heeft meer te maken met de structuur die wat meer of minder zal voorkomen. Doorgaans ook best om dat eigenlijk gewoon midden te laten staan. Sowieso in dit geval toch niet te veel naar links. Je kan het een beetje vergelijken met de hoogfrequent laag en de laagfrequent laag van frequency. Maar goed, hetzelfde is het niet. Het is wel
in zekere zin wat destructiever, maar anderzijds dan ook weer niet, door de output die daar komt. Je kan naar uitvoer een aantal zaken kiezen en nieuwe laag gaat daarbij nu de optie zijn en je zult zien dat is dan eigenlijk non-destructief omdat het er bovenop je andere laag zal komen. Even de preview-knop klikken hier, waarmee je kan beslissen is dit wat ik wil of wil ik nog een beetje schuiven. Je kan ook aan Photoshop gaan zeggen ik ben daarmee tevreden en dan zal die info gebruikt worden om die artificiële intelligentie feiten nog te laten meer op punt stellen. Ik zeg nu gewoon oké. En we zien dan wat we krijgen, namelijk dit stukje laag. Ik ga even die andere uitdoen. Het ziet er wat grillig uit, maar doet het uiteindelijk wel. Als ik dit aan of uitklik, zie je het verschil. De structuren zijn behoorlijk mooi gebleven en de huid is toch verzacht. Dus je kunt al feiten stellen dat er een soort van verjongingskuur heeft plaatsgevonden. Kan dan ook beslissen om de dekking hier eventueel te verminderen, mocht je vinden dat het veel subtieler moet zijn en iets minder mag gaan verzachten. In dit geval houd ik het gewoon op 100%. Ik vind het wel goed. Wat je ook kan doen, is soms daar een beetje in maskeren, omdat we zien dat hier de ogen toch wel behoorlijk wat meegaan in die vervaging. Onder andere ook de zones van de wimpertjes en zo. Dat vind ik niet de allerbeste keuze. Dus ik klik op masker. En ik ga met een penseel met een zachte dekking van ongeveer halverwege dit terug een beetje gaan doorlaten. Het valt niet direct op, maar het doet wel iets. Ik ga even zo wel of niet het masker laten werken. En dan zie je wat het doet. Dus ik ga dit zo houden. Daarna ga ik even een duplicaat van alle lagen bovenop maken om een aantal dingen in te doen. Klein beetje vervormen en nog een beetje gaan dodge and burn oplichten en verdonkeren van bepaalde partijen om de vorm wat visueel aan te passen. Eerst ga ik even naar filter uitvloeien. En heel veel moet daar niet in gebeuren, maar ik ga daar toch een klein duwtje hier geven. Maar ik wil wel niet dat deze zone ook mee verplaatst of beweegt. Dus ja, ga ik kiezen om eerst even een beetje te gaan maskeren. Zo. Dit kan dan niet bewegen. Dan ga ik nu met dit penseel een beetje gaan duwen. En dan moet ik wel voorzichtig doen, zodanig dat ik geen putjes of bultjes creëer. Dat is echt wel op te letten. Ik kan de grootte van het penseel daarbij een beetje aanpassen en even naar de voorvertoning gaan zien wat het geeft. Dit lijkt mij ongeveer wel bruikbaar. Oké. Voilà. Ik zeg oké. En dit is wat mij betreft voldoende. Goed, wat ik daar nu in ga doen is een beetje doordrukken en tegenhouden. Het is te zeggen verdonkeren van meestal de boorden. Zodanig dat het gezicht iets wat meer naar voren komt en een beetje de vorm eigenlijk geaccentueerd wordt. Lijkt soms op zich bij een aantal kliks niet zoveel te doen. Maar goed, het is toch wel bezig. Oké. Wil ik ook wat ophelderen? Misschien vlug een paar kleine ophelderingen ook gaan creëren. Maar ik kan straks mogelijk met curven misschien ook nog wel wat doen in die zin. Zo. Nu ga ik nog een duplicaat van alles maken met Shift-Alt-Command-E of Shift-Alt-Control-E, zoals ik hier ook had gedaan. En dan ga ik even filter hoogdoorlaat toepassen.
Die staat hier op een waarde die wel goed is, hè. Je ziet niet hele fijne lijntjes, maar toch duidelijke lijnen komen. Dat is de bedoeling. Het is in die zin. Stel 7 of 8. En ja, we gaan de modus wijzigen naar zwak licht. Om dan maskerend, zwart masker, om daar bepaalde stukken te laten doorkomen. Een beetje op de ogen mag. En ook een beetje in het haar in dit geval. Vind ik wel oké om daar wat klein beetje de nadruk op te leggen, iets wat meer structuur op te geven. Zo. Dat is bij deze. En ja, dan ga ik nog een paar curves toepassen. Wat verdonkeren. Als ik verdonker, zie je de kleur nogal verwarmen. Ik ga daarvoor de modus wijzigen naar lichtsterkte. Dan blijft de kleur eigenlijk beter bewaard. En ik wil een zwart masker om dat op bepaalde plekken wat te laten doorkomen. Doorgaans dus opnieuw buitenkanten of de zones waarvan je denkt dat mag niet zoveel aandacht pakken in de foto. Oké. Okay. Klein beetje bepaalde zaken nog verdonkeren. Misschien ook een beetje contrast op bepaalde plekken. Niet zo heel veel hier. Ik ga het ook omkeren. Je kunt ze uiteraard hernoemen, hè, om het overzicht te behouden. En dan ja, hier en daar een paar klikjes doen. Ogen mogen daar doorgaans wel wat van hebben. Even zien. Ja, ook in het haar even passeren zo. Zachte penselen uiteraard altijd te gebruiken in je masker. Zo. Zou er moeten opgehelderd worden, mogelijk een klein beetje, maar ik heb niet het gevoel dat ik daar heel veel van ga nodig hebben. Ophelderen brengt bepaalde delen wat naar voren. En het verdonkeren, wat hier gebeurd was, bepaalde delen dan wat naar de achtergrond brengen. Zo, even zien wat die drie doen. Behoorlijk wat. Oké, doorgaans ga ik nog een curvelaag zonder aanpassing, maar met een modus op lineair tegenhouden toevoegen gebruiken. Ik ga die omkeren en ik ga daarbij met een klein penseel op volle dekking even over de irissen en dus niet in de pupil opletten en ook niet op het donkere boordje. Buitenaan de iris. Uiteraard de twee ogen daarvoor behandelen. Als we dit zo zien, is het absoluut te veel. Doorgaans is iets rond 16, 15 à 16% tot 20% misschien. Ik zal in dit 17 kiezen, is dat goed? Dat geeft een beetje leven in de ogen, of toch iets verminderen naar 15. Zo. Voilà, dit is het ongeveer. Ik ga even een alt-klik onderaan doen. En ja, in toch een dikke 12 minuutjes krijg je iets in die zin. Als je het nog wat gedetailleerder doet, zal het nog wat beter worden. Maar het mag er toch al wezen. Dus de neural filters, vrij gemakkelijke manier, nieuw. Sinds Photoshop 2021, maar toch wel ja, interessant om vrij vlug een verjongingskuur te gaan toepassen op iemand. Goed, tot een volgende demo.